De bezuinigingsvoorstellen die de gemeente vorige week naar buiten bracht, treffen ook de brandweer. Daar moet 1 miljoen euro bespaard worden. Op wat voor manier de brandweer dat voor elkaar moet krijgen, is nog niet helemaal duidelijk. We staan nog maar net aan de vooravond van de besluiten. De college heeft aangegeven dat er in ieder geval door de brandweer in Eindhoven bezuinigd moet worden. Of beter gezegd inverdiend moet worden. Dat betekent dat wij geld moeten gaan opbrengen. En hoe we dat precies gaan doen, dus wat het precies betekent, ja, daar gaan we de komende maanden onder andere samen met de vakbonden en de ondernemersraad gaan we dat uitzoeken. Eén ding is zeker, de brandweerlieden hoeven niet te vrezen voor hun baan. Het plan zoals het voor ligt, en dat is het mooie ervan, is dat we nou juist geen ontslagen kennen. Dat betekent dus dat we met de mensen die nu hier in dienst zijn, graag deze klus willen gaan klaren. Bij de nieuwe plannen wordt vooral gekeken naar maatregelen om de stad brandveilig te maken. Zoals voorlichting op scholen en brandmeldacties. De bedoeling is nou juist dat doordat we gaan investeren aan de voorkant van de veiligheidsketen, zoals dat heet, dus meer doen aan preventie, dat het nou juist veiliger wordt. Want kijk, de burgers van Eindhoven mogen er altijd op blijven vertrouwen dat als er brand is, dat er een goed uitgeruste brandweer komt. De komende tijd worden de bezuinigingsplannen verder uitgewerkt. Maar de inwoners hoeven dus niet te vrezen als er ergens brand uitbreekt. De brandweer rukt als altijd zo snel mogelijk uit.